Vandaag, 31 mei, is het Wereld Anti-Tabaksdag. De Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, heeft deze dag in het leven geroepen om het bewustzijn van de schadelijke en dodelijke effecten van tabaksgebruik te vergroten. Het thema voor dit jaar is tabak, een bedreiging voor ons milieu. Directeur Rakesh Gayadarsukul van het ministerie van Volksgezondheid geeft aan waarom dit thema zo belangrijk is. Maar dat heeft te maken met de mensen bewust te maken omtrent de nadelige gevolgen op het milieu door productie, telen, consumptie en afval van tabak. Maar wat belangrijker is, is om te weten dat er nadelige gevolgen zijn als gevolg van roken. Nadelige gevolgen voor de gezondheid. En wat het meest opvallend is, is de kans om een hartaanval of een verlamming te krijgen als gevolg van roken. Daarna heb je die chronische longontstekingen, chronische bronchitis. Iedereen kent de hoest wanneer zo'n roker 's morgens opstaat. En ook de diverse soorten kankers. Longkanker, lipkanker, slokdarmkanker, blaaskanker, aardvliesklierkanker. Dat zijn eigenlijk enkele van de kankersoorten die geassocieerd zijn met roken. Er zijn nog meer nadelige gevolgen, maar dit zijn de meest belangrijke gevolgen. De tabakswet van 20 februari 2013 heeft als doel om de Surinaamse gemeenschap te beschermen tegen de schadelijke gezondheidseffecten van het gebruik van tabak en tabaksproducten en de blootstelling aan tabaksrook. De volksgezondheidsdirecteur geeft aan dat er wat vorderingen zijn geboekt na de aanname van deze wet. We zien ruimtes, we zien ondernemers die zich daaraan houden om ruimtes rookvrij te houden. En aan de andere kant moeten toegeven dat we de handhaving gaan moeten aanscherpen. Maar dat gaan we ook in samenwerking met justitie en politie doen. En de boetes die zijn al verhoogd, dus dat de samenleving moet erop geattendeerd worden. En daarna zal er een verscherping van de handhaving plaatsvinden. Zodat de samenleving minder nadelige gevolgen ondervindt van het roken. Het terugdringen van tabaksgebruik is belangrijk voor het bereiken van duurzame ontwikkeling. Het ministerie van Volksgezondheid is momenteel in het proces om de huidige wet te wijzigen, waarbij ook regels zullen worden opgenomen ter bescherming van ons milieu als gevolg van tabak.